We gaan een pompon maken voor de muts. Pompon is zo'n bolletje, zo'n lekker zacht bolletje voor bovenop je wintermuts. Wat heb je nodig? Een stukje stevig karton. Een schaar om het uit te knippen. Ik heb een glas gebruikt voor de omtrek van de cirkels. En een potlood. Wat we gaan doen. We zetten het glas op het karton. Tekenen er met de potlood of pen een cirkel omheen. Dat doen we 2 keer. Dit is dan een glas met een doorsnede van ongeveer 6,5 centimeter. En je kan natuurlijk de pompon net zo groot maken als dat je zelf wil, door de cirkel groter of kleiner te maken. Deze cirkels gaan we uitknippen. Als je uitgeknipt hebt, heb je 2 van deze cirkeltjes. En daar gaan we dus ook weer een cirkel. Dit doe ik met de hand. Je zou ook eventueel zo'n passer of hoe heet zo'n ding. Zou ik eventueel inderdaad met een passer een cirkel kunnen tekenen. Tekenen we een cirkel in het midden. En daarbij zorg je dat elke afmeting ongeveer even dik is. Ik doe het met de hand. Deze knippen we ook weer uit. En dat uitknippen doe je dus niet zo, maar je steekt de naald in het cirkeltje. En dan knip je wat je getekend hebt er langs heen. En dat gaat niet zo makkelijk. Je kan het ook eventueel met een scherp mesje doen, dat je hem uitsnijdt. Zo knip je hem uit. Dan heb je gelijk een mooi malletje voor de volgende. Steek je een cirkel in. En die knip je net zo uit als dat je bij deze gedaan hebt. Het is wel nog een beetje een scherpe schaar of iets dergelijks ervoor gebruikt, want het ging best wel moeilijk. Deze plaatje op elkaar. En nu gaan we de draad omheen spannen. En ik begin met geel. Dan pak ik even een wat draad. Het is lekker ouderwets zo ik het doe. Want je kan tegenwoordig ook van die pomponmakers krijgen. Net als een breimachine heb je dus ook een pompon maken. En dan hoef je niet zo'n draad af te knippen. En dan kun je gewoon lekker met je bolwol eromheen wikkelen. Alleen de ene keer dat ik die pompon maak, doe ik nog gewoon op de manier hoe ik het vroeger heb geleerd. Dus 2 van deze cirkels knippen van stevig karton. Stuk draad. Zorgen dat het uiteinde aan de buitenkant zit. Want hier knip je hem tenslotte straks ook open door dit middenstuk. En dit draadje zetten we even vast. En nu is het eigenlijk de hele tijd de draad er doorheen werken. Nu zit hij wel vast, ja. Straks aan het einde is er nog zo'n klein plukje, dus kun je hem helemaal bijknippen. Dus dat is... En zo doe je dat elke keer weer als dit draad op is. En je hebt nog geel nodig. Dan kun je gewoon weer een nieuw stuk pakken. Dus gewoon lekker stevig om het karton heen wikkelen. En dan zorgen dat het hele karton bedekt is. En zo ga je dus... door met eromheen draaien totdat al het karton bedekt is.
Er zit nu een knoop in mijn draad doordat ik het er steeds doorheen geduwd heb eigenlijk. Dus als je het lekker strak doet, kun je gewoon lekker loslaten en even de knoop eruit halen. Knoop eruit en we gaan weer verder. Lekker strak. Met het cirkeltje mee. Het is niet erg als het een beetje over elkaar heen getrokken wordt. En als straks de draad op is, pak je gewoon weer een nieuwe. En dan start je weer met het uiteinde, dus aan de buitenkant. En daar knip je straks het draad helemaal door. En dan doe je er een touwtje tussen. Een lekker bezigheidje voor de tv, 's avonds of overdag, wanneer je tijd hebt. Als je draad maar lekker strak houdt. Dan gaat het prima. Nu is het karton helemaal bedekt. We maken de draad gewoon lekker even op. En doe ik een beetje wat grover draad nu spreiden. En je houdt de draad strak, dat het lekker strak eromheen gebonden is. Geel hebben we nu gehad. En dan gaan we met bruin verder. Dus dan pakken we ook weer een stuk draad. Maakt niet uit hoe lang. Komen we tekort, dan pakken we weer bij. En wat we doen. Dit stukje kan eraf. Dit draadje hebben we over. Zorg ook weer dat het uiteinde naar de buitenkant wijst. En we starten ook weer aan de buitenkant. En daarbij pak ik het draadje zo vast. Dus de bruine over de gele. En ook weer lekker strak zetten we het draad vast. En we gaan weer net als met de gele er omheen. Zie je, dan heb je het draadje vastgezet. Zodat er geen geel meer te zien is. Dus net deed je het gele eromheen dat er geen karton meer te zien was. En nu doe je dat het gele niet meer te zien is. Het is niet erg als je een beetje geel hebt bij de tweede ronde. Dan pak je daar weer erbij, of tenminste het bruine draad. We gaan nu gewoon helemaal rond en hebben we nog geel plekjes over, gaan we gewoon net zo lang door totdat al het gele weg is. Dus net zoals met geel gaan we er helemaal omheen, lekker strak. En dan straks zwart nog en dan komt het spannendste gedeelte, van dan gaan we knippen en zit het met een draad vast. Maar dat komt straks. Eerst gaan we nog draaien met de draad. Voor het maken van een pompon. Kijk, nu zijn we in principe helemaal rond. Maar we hebben nog gele stukjes. Dus we gaan gewoon door totdat al het gele bedekt is. En als straks de draad op is, pakken we gewoon weer nieuw draad. Het draad is op, dus we pakken nog even gewoon lekker wat nieuw draad. Puntje knippen weer af. Zo mee, we zijn zo begonnen.
Het kost inderdaad wel wat engelengeduld. Vooral als er een knoop in de draad zit. Dan kijk ik gelijk of ik beide draden goed stevig heb. Yep. En dan gaan we weer verder. Totdat al het geel bedekt is. En dan kijk ik eigenlijk alleen naar de voorkant en niet naar de achterkant. Wat een beetje geel over is, nou ook weer geen ramp. Dus er maar genoeg voldoende draad op zit. En ook een beetje evenredig verdeeld over het cirkeltje. Dus elke keer met de nieuwe draad begin je met het uiteinde, dus aan de buitenkant van de cirkel. En zo ga je weer even door. Nu hebben we hem helemaal met bruin gedaan en nu gaan we ook nog een laagje zwart doen. Middag gaat het wel steeds kleiner. Waardoor het wel wat moeilijk wordt om het draad erin te krijgen. En we gaan net zoals met geel en bruin, nu ook zwart. Het bruin helemaal met zwart bedekken. En dan kun je zo zorgen dat het bruine draadje weer strak komt te zitten. En ook tegelijkertijd het zwarte draadje vast komt te zitten. En daar gaat hij. En zo ook weer helemaal rond. Met zwart. Nou, ik vind er wel dat ik er voldoende op heb zitten. Dus we knippen de draad af. En wat ik dan doe, even de draad vastzetten. En dat is gewoon heel simpel. Om het allemaal strak te houden, steek hem er gewoon doorheen. Wel bij in het zwarte gedeelte. Dus dat je niet te ver steekt en dan zit hij lekker vast. En je knipt hem af. Pakken we een stuk draad. Wat we gaan doen, dus we gaan nu het midden open knippen. Dus, daar heb je een scherpe schaver nodig met scherpe punten. En ik gebruik daar mijn stofschaar voor. Die heeft echt een mooie scherpe puntjes. En dit vind ik echt best spannend. Want als het niet goed gaat, dan hebben we een probleem. Dan kunnen we overnieuw beginnen. En we knippen precies in het midden.
totdat je het karton ziet. Daarna ga je tussen het karton doorknippen. Ik vind dit zo spannend. Zo, dus heb ik hier dan een stukje karton. Nu kunnen we rustig gaan verder. Tussen het karton door. En zo ga je dus helemaal rond. En straks komt dat draad dan tussen die twee kartonnetjes door. En dan bind je hem vast, waardoor hij in het midden vast komt te zitten. En dan heb je een pomponnetje. Dus nu knippen we rond. En daarbij voorzichtig dat het niet allemaal loskomt in één keer. Ik ga het even een stukje zien, we zijn nog niet zo ver. Maar als je het begin hebt en je blijft hem goed vasthouden, dan krijg ik bijna een kramp in mijn vingers daardoor. Dan zie je dus, hier komt straks het draadje doorheen. En dat is nu ook makkelijker om je schaar dan erin te steken. En het beetje bij beetje los te knippen. Dus niet te snel, niet te veel. Gewoon beetje bij beetje knip je elke keer een paar draadjes los. En zo ga je weer helemaal rond. Nou, we hebben hem helemaal rond geknipt. En dan pakken we draad. Dat doen we ook voorzichtig. De draadjes vasthouden aan de buitenzijde en we trekken de draad door het karton heen. En we hebben hem. Opletten dat ik in beeld blijf. Nu maken we er een knoop in. Dat draad spant. Dus nu heb je dat draad helemaal door het karton heen getrokken. En zo blijven de draadjes dus vastzitten. Ik doe hem altijd nog een paar keer eromheen. Dus we maken nog een knoop. Lekker stevig aantrekken. We kunnen bij de draadjes niet af, want die hebben we nodig. Ik gebruik hem dan voor mijn muts, maar je kunt er ook een leuke sleutelhanger van maken of een hanger voor aan je tas. Goeie knoop erin. Nu kunnen de kartonnetjes eraf, maar omdat het zo'n lekkere dikke pluis is, gaat dat niet makkelijk. Dus we knippen het door. Dat doe ik dan niet met mijn stofschaar, want dat vind ik een beetje zonde. Kijken of ik het scheuren kan. Ja. En die idem dito. Kijk eens, zo mooi is die geworden. Helemaal blij mee. En mag je nog wat pluisjes hebben aan de buitenkant, knip die lekker even bij. Die zit los. Nou, ik vind hem eigenlijk wel mooi zo. Dus als je wat uitsteeksels hebt van pluisjes, die kun je dan gewoon lekker bijknippen. Zodat het een mooi rondje wordt. Nou, dit is de pompon. Ik gebruik hem voor mijn muts. Maar je kan hem ook voor een leuk voor de sleutelhanger. Aan je fiets. Of aan je tas. Is ook leuk. Nou, veel plezier ermee. Het is een werkje. Maar als je gelukt is, is het wel erg leuk. Doei, veel plezier.